Ik wil eigenlijk deze producteigenschappen en die vertaling van kansen gaan toepassen op twee uitgewerkte best practices. Eén daarvan is Landl, een OT-design met een bank. En de ander is Schelde Exotech. En zij maken chemische reactoren en opslagtanks in de maakindustrie. Landl en OT-design. Nou, wat we zien is dat meubilair in vakantieparken vaak heel intensief gebruikt wordt. Een bank heeft daardoor in die industrie ongeveer een levensduur van 7 jaar. En soms zelfs eerder. Die banken die zijn nu op dit moment zo gefabriceerd dat ze volledig verlijmd zijn en geniet. Een reparatie is daardoor best wel duur en recycling is moeilijk. En het was een wens vanuit Landl om uiteindelijk te gaan kijken hoe zij hun grondstoffenverbruik konden reduceren tegen een kosteffectieve manier. Als we dan kijken naar die waardepyramide en de opbouw van waarde, dan is dit in eerste instantie de waardeverdeling die je ziet. Oftewel, waarde wordt toegevoegd in de vorm van energie en materialen en arbeid. Dat leidt uiteindelijk tot de huidige verkoopwaarde. En daar komt een stukje design, marketing, et cetera bij. Wat ons uiteindelijk brengt op de recyclewaarde. Maar als je wat verder onderzoek doet, dan zie je eigenlijk dat een bank vaak tweedehands nog verkrijgbaar is op marktplaats. Ook zijn er veel meubelmakers die er een business van hebben gemaakt om een bank te gaan reviseren en een refurbished waarde toe te voegen en die bank opnieuw in de markt te zetten. Sommigen zijn handig en besluiten dat ze de componenten kunnen hergebruiken. En uiteindelijk zit er nog een ander stukje waarde aan. Oftewel, die bank vertegenwoordigt veel meer waarde dan alleen de waarde van het product zelf en die recyclewaarde. Als je dan kijkt naar die eigenschappen van dat product, dan zie je dat ondanks dat de bank verlijmd is en ondanks dat het geniet is, dat het nog steeds repareerbaar is. Er staat wel tegenover dat het een redelijk arbeidsintensief proces is. Dus dat het een erg dure bank zou moeten zijn, wil je dat uiteindelijk toe gaan voegen. Daarnaast zijn banken vaak gevoelig voor modetrends. En zie je dat mensen om de zoveel jaar hun interieur willen verwisselen omdat ze mee willen gaan met hun tijd. Wat je dan ziet is dat eigenlijk dit uiteindelijk de businesspotentie is waar dus waardeverlies is. Want dit is uiteindelijk waarde van tweedehands waarde tot en met repurpose waarde waar uitgeput kan worden. En omdat die bank dus na 7 jaar op zijn einde van zijn levensduur zit en volledig gelijmd is, is die waarde dus moeilijk te benutten. Wel is het mogelijk, het is gewoon lastig. En juist in dat verlies geldt een kans voor nieuwe business. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Schelde Exotech met grote chemische reactoren en opslagtanks. Dit zijn vaak kwalitatief heel erg hoogwaardige producten. Het vergt heel veel maatwerk om zo'n tank te realiseren en er zit een hele hoge prijs aan. Voor sommige bedrijven zijn ze zelfs te duur om uiteindelijk nieuw aan te schaffen. Als we dan kijken naar de waardeketen, dan zien we eigenlijk een soortgelijke verhouding. Je ziet over de hele levensduur van zo'n opslagtank dat er verschillende vormen van waardecreatie plaats kunnen gaan vinden. Er zijn tweedehands tanks verkrijgbaar. Er zijn een hoop partijen die gereviseerde opslagtanks aanbieden. Sommigen verkopen losse onderdelen om die tanks te kunnen onderhouden. Oftewel, daar is vindt eigenlijk een hele markt plaats. Als je nou kijkt naar die producteigenschappen van dit type tanks, dan zie je dus dat ze een hoog technische levensduur hebben, er een zeer hoog prijskaartje aan zit, dat de behoefte om het product in te plannen, die is lastig. Als jij een opslagtank hebt, dan is daar een reden voor, namelijk opslag. Je zou kunnen beargumenteren dat je die opslag eventueel kunt gaan delen. Dat kan waarschijnlijk op een industrieel park, maar dat is in eerste opzicht lastig te realiseren. Recycleerbaarheid is hoog, dus het product heeft een hoge materiaalwaarde. En die materiaalwaarde die kan herbenut worden, want vaak bestaat dat uit een bepaalde type staal. Wel is het heel arbeidsintensief om zo'n product te gaan onderhouden.
Nou ja, producten hebben dus eigenlijk een zeer hoge prijs. En voor veel consumenten zijn ze dus te duur om nieuw aan te schaffen. En dus ook dat verlies van waarde is eigenlijk een kans voor business.